Weet jij iets van de buurtvaders? Nee. Helemaal niks, nog nooit van gehoord. Ja, wel van gehoord, maar ik weet het niet verder. Amar, we staan hier voor plein 11 Mitros. Waarom zijn we er speciaal vandaag? Vandaag zijn we hier speciaal om een herstart moment of vanuit een nieuwe locatie voor de buurtvaders. De sleutel wordt overhandigd aan Omar Bekali, de voorzitter van de buurtvaders. Waar zijn de buurtvaders voor nodig? Op het moment dat ze hier lopen, dan gedragen de jongeren als het ware goed. Dan houden ze gedijst, meer uit respect voor de vaders. Heeft u wel eens van de buurtvaders gehoord? Ja. En wat weet u daarvan? Het groep mensen betrokken, vooral Marokkaanse belegerers zijn die hier vooral met oud en nieuw zorgen voor een rustige buurt. De buurtvaders die zijn veel meer uit om er veel meer op uit om jongeren inderdaad een positieve zin te stimuleren. En ja, goed gedrag belonen, zal ik maar zeggen, in plaats van slecht gedrag afstraffen. Het werkt wel goed. Wat doen ze? Rondlopen, er zijn. Mensen aanspreken, jongens aanspreken, denk ik. Maar ja, het geeft rust. Ik denk dat jongens gewoon ze wel ontzag voor ze hebben. Dus op die manier. Ja, is toch rustiger. Jullie hebben wel het idee dat doordat jullie daar zijn, dat het ook beter gaat in de wijk. Ja, beetje helpt, weet je. Ja, 100% daar bestaan niet, maar toch. Ja, ja. Klein beetje helpt, hè? Ja. Beter dan niks, dan niemand met hen praat of zo. Maar steeds verbetering eigenlijk, steeds verbetering. Alleen dat gaat langzaam natuurlijk. Dat is. Maar het werkt wel. Dat werkt wel, dat is zeker. Wat is het belang van Mitros om de buurtvaders te ondersteunen? Wij als Mitros hebben als doel dat mensen straks bewust gaan kiezen voor deze wijk. En dat mensen prettig wonen, veilig wonen en dat ze zich fijn voelen in hun huis, maar ook in hun leefomgeving. En wij zien het als maatschappelijke taak. Om een initiatief als de buurtvaders ook te ondersteunen. We wonen 14 jaar hier en de laatste 3 jaar is sinds de buurtvaders rondlopen rustig. Ze zijn verhuisd? Waar naartoe? Nummer 11 op het pleintje hier. Oké. Okay. U zult ze vaker gaan zien? Goed zo, goed zo. Nee, maar ik heb respect, dat vind ik goed initiatief.